jachtjes gevaren de laatste jaren. Dus dit is wel heel wat anders. En ik ben met Hubert mee geweest, natuurlijk met de Hatsflats. Het is ook al veel stabieler dan dit. Dus het zal nog wel de nodige oefening vergen. Maart begonnen. Het zat hier mee. Het was natuurlijk koud dit voorjaar. Dus ik kon niet, een tijd niet met epoxy kunnen werken. Maar ja, toen het eenmaal mei was, toen dan werden de temperaturen beter. En dan kan je eigenlijk elke dag aan het werk. Dus toen ging het vlot. Nou ja, ik hoop ook de Red Extreme natuurlijk te varen. Yes. In september. En dan bijvoorbeeld de Red in Duitsland, waar jullie net vandaan komen. Lijkt me heel leuk om daar naartoe te gaan. Nou ja, misschien oktober naar La Coudère in Frankrijk. En mocht ik het allemaal goed onder de knie krijgen, ja, dan is misschien de Golf du Morbihan een mooie uitdaging. Maar goed, dat is toekomstmuziek. We'll be right back.